Een held is het. Dat vinden de vrienden van Arno Duisdijker. Hij werd vanochtend wakker van geroep om hulp. En hij hoefde niet lang na te denken voordat hij in actie kwam. Nou, vanochtend om 6:30 ongeveer. Het is 6:30 en 7:00. Toen werd ik opgeschrikt door een jammerend geluid. Iemand lag te kermen of zo. En toen deed ik mijn gordijnen open en mijn deur van mijn balkon. Ik woon daar, eerste verdieping. En ik hoorde ineens iemand heel zachtjes help, help roepen. En ik denk van misschien is iemand gevallen of in de bosjes getrokken. Dus ik roep zo van hallo, is er iemand? En toen hoorde ik weer help, help. En toen zag ik pas in het water dat er iets iemand dreef. En toen ben ik, heb ik heel hard geroepen, ik kom eraan. En toen ben ik naar binnen gegaan, de flat ingelopen en heb ik gekeken of ik iemand kon inschakelen om mij te helpen. Maar dat lukte niet, dus ben ik maar gewoon snel in mijn pyjama naar buiten gerend. En heb ik, terwijl ik aan het bellen was met de hulpdiensten, ben ik hier naartoe gekomen. Toen stonden hier toevallig ook al twee mensen die hebben me ook geholpen met de vrouw uit het water te trekken. En daar ben ik ze heel dankbaar voor. Maar ik ben meteen in het water gesprongen en de mevrouw uit het water gehaald. Ja, super tevreden over hier in Nijmegen hoe snel de hulpdiensten ter plekke kunnen zijn. En die kwam ik daar aan de voorkant van het gebouw tegen en die heb ik even hier naartoe geleid. Toen ben ik lekker zelf gaan douchen en warme kleren aangetrokken. Toen ben ik nou even teruggelopen om te vragen hoe het met mevrouw ging. En kennelijk kwam ze hier uit de buurt, want ze was wel bekend bij die mensen die de hond aan het uitlaten waren. En ik weet niet hoe het nu met mevrouw gaat. Daar hebben ze verder niet zo over gezegd, maar ik hoop dat het goed met haar gaat. En ik vind het heel fijn als mensen weten wat ze moeten doen als iemand in nood verkeert. Dat zou ik heel fijn vinden als mensen daar wat meer aandacht aan besteden.